Hou je van dieren en heb je er geen moeite mee om vroeg op te staan? Heb je wel eens gedacht om te werken in de melkveehouderij? Wij gingen op bezoek bij een melkveehouder in Zeeland en vroegen medewerkers van AB Werkt wat dat werk nou precies inhoudt. Ik ben Freek Simons, 43 jaar en werkzaam bij AB Werkt als melker. Voor het melken maak je de melkinstallatie gebruiksklaar en zet je de nodige spullen klaar. De koeien worden bij elkaar gedreven en gaan vervolgens achter elkaar de melkstal in. Hier worden ze gemolken. De werkwijze kan per melkveehouder verschillen. Het mooiste aan dat werk, dat vind ik het melken van de koeien. Daar doe ik het eigenlijk voor. Dat vind ik prachtig werk. Dat is een passie, denk ik. Ik weet niet. Ik ga ontzettend graag mijn beesten om. Van jongs af in al. Ja, dat geeft er rust. Heerlijk werk. Tijdens de melkbeurt is het een belangrijke taak dat je goed kijkt hoe het met de dieren gaat. Let hierbij op hoe de koe loopt, hoe het dier zich gedraagt en hoe de conditie van de vacht is. Naast het melken zijn er vaak ook andere werkzaamheden op het bedrijf. Denk hierbij aan het voeren van de koeien en het jongvee, melk geven aan de kalfjes, opstrooien van de hokken, onderhoudswerk en het rijden op een tractor. Werken in de melkveehouderij. Is het iets voor jou? Ga naar ab-werkt.nl/werken-in-de-melkveehouderij voor meer informatie.